er klaar of gaat u beginnen? Ik ga beginnen, als dat mag. Nou. Als het begint, als het draait tenminste. Mag ik vragen, wat is het precies? Wat geeft dat? Dan nemen ze kuiten, zeg maar op een land, eigenlijk. We zouden ook op het waterkens doen. Een ander soort kuit, maar dit is meer op een land, zeg maar. Met dat wegentje? Ja, dus als de wind goed staat, kan ik een beetje zo op en neer. Dus bij noordenwind, noordoost, kijk precies over de weg gewoon. Dat is de bedoeling. En dan ga je ze, maar dan ga je ze met dat kerken ook over het gras bijvoorbeeld heen? Ja, dat kan ook, maar over de weg merk ik al, dan heb je minder, minder bobbels en zo. Dus over de weg beter. Maar dus. Ga je ze dan ook over de weg? Of wie duist ze dat? Ja, maar ik vind als de wind zoek komt, ja. Dus noord, noordoost, ik is precies tegenaan dat. Dus loodrecht op de wind. In principe is het ook tegenkant op, maar dan heb ze niet genoeg snelheid. Dus ik is het beter gewoon haaks op de wind te maar kuiten. Maar wie duist je dat met verkeer dan, met fietsers? Een beetje opletten. Ik heb vaak politie voorbij en ja, meestal zeggen ze niks. Dus ik kijk even zo van ja. Ja, dat was wat. Hè. Als je op het water gaat, doen we het even land. Dus dat is wel leuk. Nou ja, dat liep me enorm leuk. Ja, is ook. Maar duist ze ook op water? Ja, ja precies. Het water doe ik ook. Ik ga ook meestal naar het IJsselmeer, aan die Workum in de buurt. Ik heb ze heel lang gestuurd, want die ondiep is. Dat is echt ideaal voor als ik je veil, zijn ze op en geest voor verder. Dus dat is wel top. Hoe lang duist je dat al? Dit doe ik al een jaar of 12, denk ik, toch wel. Het kuiten? Ja. Eerst begonnen met windsurf, heb ik heel lang gedaan vanaf de 15 of zo. Ja, dan ging het weer wat anders. En dan, ja, dit heeft veel meer dimensies. Ik zou een keer een sprongetje maken en dat soort dingen. En ja, met surfen is dat wel lastiger. Dus. Maar met deze komt ze dan ook van de grond af als ze wil? Ja. Als het een beetje bij dan maar iets harder bij dan, ja, dan kun je wel. Ja. En de bus was net heen? Ik ben net een uur geheen, dus dat gaat weer. Ja, want ik... Ja, zeg maar. Nou, we reden net door de boetegebieden van Boulder en toen zogen we inderdaad de kite al. Ja, ja die is er al, ja. Ja. Deze hebben we niet zo lang, moet ik zeggen. Ik heb deze 13,5, dus het is behoorlijk groot. En de andere is 12. Dus als die harder weet, dan pak je 12 en met weinig wind kan ze deze 13,5 pakken. Dat staat voor de vierkante meter? Vierkante meter, precies. Dus wie groter, wie meer power, wie meer lift. Dus, en nog nooit ergens opgeklapt op een fietser of een... Ja, maar op de grond. Het had ik geen helm op. Dus had ik zoiets van sensitief, gewoon een helmpje op. Is toch veel veiliger. Kniebeschermertjes? Ja. Hey, maar de bus wel alleen, hè? Dat klopt. Als er nou iets gebeurt... Ja, dan lig je toch. Dan moet ik hem bellen. dat is wel het risico, ja. Dat ben ik met de grens. Maar, ja. Wat is het leven zonder risico? Precies. No risk, no fun, zeg je altijd. Ja, er zijn al genoeg zekerheden, hè? Ja, precies hoor. Want ik vind het, Zoete Huren woont zie je ook in de buurt? Ik woon in Blierik, ja. In Blierik. 5 minuten rijden, dus ja, ideaal eigenlijk. Zijn er überhaupt kuiters die hetzelfde doen als dit? Nee, ik ben eigenlijk de enige. Dus ik ben wel eens iemand tegengekomen, maar niet hetzelfde doen eigenlijk. Dus dat is ook ja, voordeel of nadeel, het is zoiets bij kieks. Maar kent ze met zo'n, wie noemt ze die eigenlijk? Dat is een flyboard. Kijk, met op het water noemen ze een kiteboard. Een flyboard is met wielkes. Een flyboard? Ja, bijvoorbeeld op het strand is dat ook ideaal, als je een hard strand hebt. Dat woei ik namelijk net en voor. En de wind staat goed, ik is de kilometers over het strand. Want ik ken wel van die hulenlige kerkers, waar ze dan inlees met zo'n ja, surfzeil. Ja, precies, dat zijn die buggies, nemen ze. Die treebieders bedoel ze gekregen, of niet? Heb ze vast ook wel eens gedaan? Nee, dat niet. Oh. Ja, ik geloof dat die dingen wel 100 km per uur kennen. Ja, op een gegeven moment. Heel hard. Wie hard kent ze met zo'n ding? Ja letteraar, wie wil risico wil ze nemen? Kijk, als ik voorstel heb een windvenster, afhankelijk van waar de kite staat, krijg je meer of minder kracht. Ja, bijvoorbeeld 12 voorneemt, dan zit je boven dicht, heb je weinig kracht. Dus van legerzakken, logisch, op de wind rechterin, dan nemen ze de powerzone en dan krijg je veel meer power. En dan gaat ze ook harder. Dus. Maar ja, 40 dat was wel. Hallo. Hoi. Is wel eens het bekende keutelende boksgevoel gehad. Ook dat. Dat ze denkt van, oh jee, nou moet het... Ja, vooral toen was ik ook hier bezig, was heel graas.
Toen heb ik een keer de lucht ingesleurd, omdat dit de bedoeling was. Toen kwam ik ook een beetje verkeerd terecht op mijn hak. Dus meteen er, ik werk zelf in het ziekenhuis, dus even naar de eerste hulp. Foto gemaakt, ja, zo'n klein scheurtje, maar dus, dat is allemaal weer goed gekomen. Wat huis in het ziekenhuis? Ik ben de medische instrumentatietechnicus, dat wil ik zeggen onderhoud, reparatie en medische apparatuur. Oh, wat grappig. Ja, maar ze denken aan infuuspompen, bewakingsmonitor, eigenlijk alles, het is de scala. Dus hoe uitgebreid. Dus een ziekenhuis heet dat soort mensen in dienst, dus ja. Dat wordt niet uitbesteed? Die... Sommige dingen wel, waar we heel weinig van hebben, bijvoorbeeld een MRI of een CT, dat soort dingen. Ja, er zijn maar een paar van, dat is wel uitbesteed. Of van die combinatiecontracten met ons en de firma. Maar we doen heel veel zelf, dat scheelt natuurlijk kosten. Okay. En dat is het. Dat is ook best, als het gashoes heen. Ja, Vicurie. Oh, Vicurie. Klopt, ja. Klopt. En ja. Hoe lang duurt dat al? Dat doe ik nu vanaf 98. Januari 98, dus nu 23 jaar. En die achtergrond heis ze al? Daar is ze een opleiding voor gevonden? Nee, ik had wel een technische achtergrond, maar iedereen binnen onze club die kreeg een soort medisch-technische opleiding in Utrecht. Dat is een half jaar duurt dat. En ja, dat is dan medische techniek A en B. En dan moest ik afronden, ja, wil ze binnen onze club komen werken. Dus dat je een beetje meer achtergrondinformatie over menselijk lichaam, wie alles werkt. Dus dat is wel leuk. Dus dat leert ze even goed, terwijl ze zich eigenlijk alleen maar dan met apparatuur is bezig. Ja, precies. Eigenlijk ben ze met apparatuur bezig, maar het is ook fijn om een beetje kennis te hebben van het menselijk lichaam. Dat ze best wie ze signalen met en een beetje op hetzelfde niveau gesproken met specialisten als je wat vragen. Dat is een klein beetje wedstrijd wat ze ervoor hebben. Ja. Dat is wel heel fijn. Heb je altijd een zwak gehad voor avontuurlijk sporten? Ik wel. Altijd met wind en alles vind ik altijd wel geweldig. Dus ook gezeild, gesurfd, zei ze zelf al? Ja, zeilen heb ik gedaan inderdaad. Surfen, heel lang. Maar daar ben ik geen mee gestopt, want ik had zoiets van, toen kwam dit op mijn pad. En ik vond het gewoon veel leuker. Dus ik heb al die spullen, die liggen toe is, stof te happen. Ja, ik is op marktplaats zetten, maar dan kreeg ze misschien 100 euro en heb ze natuurlijk heb ze ook nog niks eigenlijk. Wat is nou de meeste, spectaculaire plek waar ze gekite is? Ik denk wel, ook trouwens in de buurt, in Siberië, daar ben je maar zo in de buurt. Het kassengebied hoor. Ja, daar heb ze een weg. Ja. Daar heb ik een product over, dat is veel langer dan dit. Misschien wel 400 meter, als de wind goed is, bij Zuid zou je dus de wind. Het is precies over de weg. Ja, dan gaat het hard. Dus, maar goed, het is wel een beetje opletten. Wie remt ze dan? Ja, remmen zei ik, de kite de andere kant op sturen. Dus geen steekkant dan met de kite. Ik wil afremmen, dus moet de kite de andere kant op sturen. Daar zeg ik het remmen. Dat wil zit verder geen rem op. Dus, Nee, maar dan nog 400 meter helpt hij weg op. En dan mag ze eigenlijk in een Yui eigenlijk. Dat reist dan... Ja, dat keer, maar ik is ook gewoon zeg maar dezelfde kant zes zoen. Ik draai hem de andere kant op en ik ga zo weer terug. Dus ik hoef niet echt een bocht te maken. Gewoon op die kan je de andere kant op sturen. Dat ik niet in de vurkswegen op gewoon. Dus. Maar goed, dat is een kwestie van een beetje opletten. Wie reageren de andere weggebroekers als zich... Want ik kan me voorstellen, mensen hebben tegenwoordig een kort lontje. Sommigen zijn dat geïrriteerd. Ja. En maar goed, anderen komen ook mensen die komen bekijken of foto's maken. Dat is ook leuk. Dus mensen die interesse hebben. Maar ja, is een beetje, de mening is een beetje verdeeld. De ene vindt het leuk, de andere is iets van. Wat zou je dat mee gaan? Nee, dan, ja. Ik zeg al, politie heb ook wel eens voorbij en die zeggen er niks van. Dus dan denk je dat het mee. Waarschuwen ze mensen wel als ze van achteren naders of zo? Ja, maar goed, ik let erop dat ik niet echt heel veel tussen de. Ik ga niet tussen de fietsen zitten. Ik kom bij je niks, dus zeg jij dat wel. Als er fietsen aankomen, dan even naar de kant. Dus eigenlijk is dit stukje? Ja, dit is maar een klein stukje. Een beetje voor te oefenen. Een beetje te oefenen eigenlijk. En op die drijven, van met die buim natuurlijk. Als deze er in de stuw. Zijn er regels voor? Geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik weet wel, op het water zien wappel. Zeg maar, veuringregels. Wanneer iemand veuring heeft. Maar hier zo op het land, geen idee. Gewoon een beetje opletten. Wat zien de regels op het water dan? Ja, als je zo op elkaar afkomt, als alle bezoemers uitwijken. Ja goed, dat zien we wel de regels. Sommigen weten dat wel, sommigen niet. En dat is natuurlijk het risico. Kijk, sommigen zien ervaren, sommigen zien beginners. En die
dat die kite in één keer op het water kan halen. Dan moest je gewoon rekening halen. Dat is toch uit de buurt, please. Ik vroeg wie je altijd best. 54. 55? Ja. Kijk, want er zit nog in, moet ik dat zeggen, volop in die werkende leven. Klopt. Wat zit bijvoorbeeld in een baas ervan? Niks. Die weet dat wel? Ja, dat is zijn hobby's aan. Ja, de ene doet motocross, de andere doet dit. Ja, ik denk persoonlijk eerder hobby is zijn risico's. Fietsen kan ook gevaarlijk zien als ik hier mountainbiken. Het is maar de risico's inschatten en met 20-6 met een kite van 13 meter gewoon. Ja, dus dat is het belangrijkste. Gewoon risico's inschatten en niet te ver gewoon. Niet te ver de grens opzoeken. Ja, ja. Wat veilig blijft. Ja, ja. Zoals met heel veel dingen in het leven. Precies. En toen zit ook nemens die zich zorgen maken als de deur goed hier is? Met, Ja, de kinderen wel. Ze zeggen van, dat spreekt echt niks aan. Ik heb het goed. Die zien nog wel eens mij geweest? Die zijn wel eens mij geweest, maar je hebt niet zo ver gekregen dat ze dat ook echt die hobby willen gaan doen. Je hebt andere sporten die ze hier doen. Dus, hier van het fitness en dat soort dingen. Ja, dat vindt de jeugd dan leuker. Dat is wat ik nou zo maar mooi... Ik vind het leuk, lekker boeten, bezig zien. En het is ook een beetje fitness. Ja, dat is gewoon alles in één. Dus ik vind het top. Ja. Nou, ik zal heel eerlijk zeggen, ik zag een tijdje geleden op televisie, dat was hier in Nederland ergens aan de kust. En dat was een bepaalde plek, daar liepen de duinen eigenlijk een beetje zo omhoog. Ja, en daar had je dus die opstijgende lucht. Precies. En dan gingen die allemaal door hangen. Zo. En ja, dat was omdat die lucht omhoog... Blijf ze hangen, ja. Ja, maar dat zag heel... Wat zich toevallig wat dat is? Ja, ik heb het wel eens gezien, maar ik weet niet precies wat het is. Het zag er zo apart uit. Maar dat zie je meer van die soort parapente, noemen ze dat, een soort parachute. En die zweven gewoon een beetje op de thermiek vanuit de duinen. Oké, dus dat is wel heel anders dan, dan kiten. Die zijn nog groter als deze. Omdat ze gewoon in de lucht moest blijven hangen. Dus dat is het verschil. We zullen het niet langer ophalen. Even leuk dat jullie even langs gaan. In ieder geval, kijk, voor ons is dit een leuk item. Ja. Maar dit gaat nou wel even een beetje... het op de kaart kunnen zetten, dat mensen niet meer zo snel schrikken als ze... Ja, precies. Als ze, nee, dat klopt.